Nou ja, zoals jullie zien, hè, aan deze kant komt keurig alle betonnen randen erin. Nou moet het binnen nog, want hier omheen allemaal snuitjes van Rijka en Kandel. Goedemiddag lieve vrienden, ja het is vandaag alweer, jeetje wat voor dag is het vandaag, ik ben helemaal kluts kwijt. Donderdag is 7 oktober en we leven alweer om 14:22 uur, ja ik schakel lekker laat in en het boeit me ook lekker niet, nee. Want ja, dat reist de pan weer uit. Maar oké, ik kan de pret allemaal niet drukken, we gaan zo meteen weer even lekker naar buiten, want het is ja bewolkt, maar ook zonnig. Ja, af en toe komt hij om de wolken heen eventjes en dan is hij weer heel even verdwenen, maar het is wel even lekker. Bij de poort is het 22 graden, dus ja, ook allemaal perfect. Maar ik doe wel mijn dikke jas aan, omdat meestal 9 van de 10 keer langs de kanaalweg bij die hoek, bij die nieuwbouw, het echt harde wind staat en dat het daar koud is. Maar ja, we gaan eerst die makker even eten geven. Kan hij de hal in? Ik heb mijn jas al hier en dan kan hij daar naartoe. Ja. Ja? Oh ja, man. Nou, vertel het maar hoor. Ja, jij mag ook aan het woord. Net zo goed als dat Elwing en Rijka dat wil zijn. Mag hij dat ook wel eens? Ja, toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Maak er een leuke dag van. Geniet van alles met wat jullie gaan doen, maar ook zeker met wat wij gaan doen. Zoals jullie zien, hè, aan deze kant, komt keurig alle betonnen randen erin. We zijn al voorbij het straatje waar ik altijd uitkom. Dus ja, helemaal geweldig. En zo bouwen ze die hele rand vol. En ik moet daardoor. Ja, ja. Maar het komt allemaal wel goed. We houden gewoon vol goede moed, of niet dan? Hij hoort dat niet. We houden gewoon vol goede moed, hè? Ja, duimpje toch? Altijd. Altijd. Laat op YouTube. Komt goed. Nou, die duim dan. Duim, hij hoort me weer niet. Maar ja, maakt er allemaal niet uit. We gaan die kant op, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet ervan. Jullie zien het. De bestrating aan deze kant is bijna af. En als ik ga inzoomen, dan zien jullie daar een trap. Nou, om de zoveel x meters heen een trap. Ik heb het vermoeden een stuk of 3 à 4. Ja. Daar verderop nog, daar zie je een vrouw zitten. Ja, helemaal geweldig. Dus ja, dat komt allemaal goed. En aan onze kant zijn ze bezig met het zand. Ook helemaal geweldig. Dus ja, en dan gaan we weer naar huis. Lieve vrienden, het is weer alweer 5 uur geweest. Ja, ja, de tijd houdt geen schaf van die zelf stil zit. Maar ik heb niet te veel gezeten, nee, want ik heb buiten de ramen gelapt. Nou moet het binnen nog, want hier omheen allemaal snuitjes van Rijka en Kandel. Dat zit aan de binnenkant. En buitenkant is het lekker al schoon. Hè? Ja nou? Ja, of nog niet. Ik zie allemaal rare vlekken. Nou ja, het is, ja, dat is binnenkant. Ja, buiten is het wel schoon. Want ik zit te poetsen hier al. Ja, dan gaan die vlekjes weg. Maar er komt er een vlek bij van mijn vinger.
Dus de binnenkant moet nog. Die spook die gaat dan ook toch weg. Ik zal even naar de Big Bazaar van de week of andere week om wat anders zien te versieren. En als ik dat heb, dan gaat die pas weg. Ja, dat spooky. Nou, als jullie naar buiten willen, moeten jullie gaan met die banaan. Nee? Mag wel. Ja, mag allemaal. Hé? Doe je het niet, Eldwing? Ga je niet naar buiten toe, meisje? Het is eventjes nog lekker weer, het kan nog, hé? Ja, echt waar. Ja, dus ik ben dus druk bezig geweest. Ja, iets anders kan ik niet verzinnen. Ja, als je ramen aan het lappen bent, dan ben je toch wel echt druk bezig. Maar ja, maakt niet uit, het is gedaan. Want anderen doen dat niet voor mij. De huishoudelijke hulp mag het niet doen, omdat het buiten is. Maar het hoort toch bij je huishouding, vind ik. Ja, en vroeger deed het ook allemaal zelf. Waarom moet er nou dus een glazenwasser komen als je huishoudelijke hulp hebt? Ze doen het bij hunzelf thuis, dacht ik ook, vooral beneden de ramen. Heen op het balkon, kun je ook je slaapkamerramen nog eens een keer doen. Ja, maar nee, buiten mag het absoluut niet. Stel je voor dat er wat gebeurt, dan zijn ze daar niet voor verzekerd. Nou, dan moeten ze daar wel voor verzekerd zijn. Ja, het is je werkpunt uit. Het hoort bij de huishouding in mijn ogen. Ja, en bij de ramenlappers, nee, want ik vroeger deed het ook allemaal zelf. Nou, ik heb het nou alsnog zelf gedaan. En ja, jullie weten hoe ik mijn trapje oploop. En ik heb maar één keer op het trapje hoeven te staan. Dat was voor dat bovenraampje boven mijn tuindeur. De rest sta ik gewoon op het bankje van de picknicktafel. Daar kan ik gewoon nog net lekker bij. Hoef ik niet op het trapje te staan. Maar oké, de honden die zijn maf, dat wisten jullie al. En ik ga weer even verder. Dat komt morgen, want morgen komt ook, zover ik weet, die Steven. Rond een uur of 11:30 komt hij. Dus ik moet voor die tijd de meisjes gedaan hebben, et cetera. En de tuindeur hoeft niet, want die is gisteren aan de binnenkant al gedaan. Het gaat me nou enkel om dat partij. En to the kitchen. Ja, de keukenramen moeten ook. Maar ja, die moet eigenlijk ook aan de buitenkant gedaan worden. Maar dat durf ik voor ook niet echt. Dus daar ga ik wel even iemand voor vragen om dat te doen. En dat is onze Mario, die is ook lekker lang. Komt het allemaal vast en zeker goed. Dus ja, die zijn echt knettergek. Zultje mafiosjes. Doen we dat even buiten? Doen we dat even buiten? Kom, naar buiten. Hé, hey, naar buiten. Weg, naar buiten. Weg. Zo, toliedokies. Ja toch? Krijg de bol naar de Filistijnen, doen we het nou ook weer niet. Nee. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog van alles en geniet ook met ons mee. Zoals jullie zien is het al donker. En vooral op de gracht aan de overkant, daar zijn de lantaarnpaals, die doen het niet. Daar zie je alleen nog maar weer lichtjes van de Oude Rijkswerf / Cape Holland. Maar aan deze kant van die weg, bij het fietspad, doen ze het niet. En dat begint daar al, achter Dijkzicht, op de hoek. Zo naar die brug daar, op die hoek, op de grote weg dan. En aan de andere kant doet hij het weer wel. Dat is lekker. Daarom loop ik aan deze kant twee keer langs. Ik ben al die kant op geweest en dan gaan we weer terug richting huis. Maar ja, het schiet ook daar lekker mee op. Ja, morgen weer een dag. Er is er weer tegenaan, oftewel vandaag, strakjes. En we zullen het beleven. Rijka die staat ergens als ze niet staan moet, maar ja. Ga jij weer eens even omhoog?
dame. Omhoog. Omhoog. Goed zo. Dus ja, wij gaan weer naar huis toe. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog van jullie avond als jullie nog op zijn. Zo niet, dan hoop ik dat jullie lekker hebben geslapen, et cetera. Als jullie morgen weer opstaan. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht.